Een geliefd model van George Hendrik Breitner en zijn kunstenaarsvrienden was een zwarte man. We weten zijn naam, Adolphe Boutard. Maar wie was hij? Dat wilden we uitzoeken. Een van de weinige dingen die we in de kunstgeschiedenisboeken lazen was dat Boutard Ethiopisch was. Dit bleek niet zo te zijn. Boutard was de zoon van een Belgische knilsoldaat en Sumatraanse vrouw en is geboren op Sumatra. In 1867 verhuist Boutard naar Brussel. Hij verdient zijn brood als muzikant in cafés en krijgt een relatie met een Antwerpse. Ze krijgen een zoontje. In 1881 verhuist het gezin naar Den Haag. Ook hier treedt hij op als muzikant. Daarnaast poseert hij op tekenavonden van de Haagse kunstenaarsvereniging Pulgri Studio, waar Breitner regelmatig komt. Al snel nodigt Breitner Boutard uit in zijn atelier en tekent en schildert hem. Zo is hij, net als Breitners andere favoriete model, Geesje Kwak, vereeuwigd. En nu weten we over Adolphe net zoveel als over Geesje.